Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Lifestyle Experience Plus. En zo met de zomervakantie voor de deur zijn we wel toe aan een beetje rust. Maar daarna gaan we er weer volledig voor. Dus deze aflevering staat in het teken van de vernieuwing. En je begint bij jezelf, ik dus ook. Dus ik ga langs bij een kliniek waar ze ervoor zorgen dat je een nieuwe start kan maken. Hans, hi. Hallo. Ga lekker zitten. Ja, dank je. Hans, even over obesitas, hè? Of in jullie geval morbide obesitas. Wat houdt er nou eigenlijk in? Nou, morbide obesitas is een vorm van ernstig overgewicht. En voor overgewicht wordt een maat gebruikt, dat noemen ze de BMI. En boven de 35 is er sprake van ernstige obesitas. Oké, en wat zijn dan de gevolgen? Nou, een van de belangrijkste is dat je verhoogde kans hebt op hart- en vaatziekten. Het cholesterol kan stijgen. Je kunt er diabetes van krijgen. Al met al is het nogal wat. Wat zou je daartegen kunnen doen? Je kunt de diabetes behandelen, daar zijn medicijnen voor. Je kunt ook kijken, je kunt je aandacht richten op het overgewicht. En dan begin je in eerste instantie met leefstijladviezen eigenlijk. Hè. Mensen gezonder eten, minder eten en meer bewegen. Kun je me iets meer vertellen over operaties? Dat kan ik wel, maar dat kun je beter aan de chirurg vragen, want die doet het dagelijks. Ik ben nog steeds bij de Nederlandse obesitaskliniek en ik sta naast de chirurg Ignas Jansen. Ignas, wat voor mogelijkheden hebben mensen nou die aan obesitas lijden? Als je heel ernstig overgewicht hebt, dan is vaak een operatie de enige oplossing om blijvend met je gewicht naar beneden te gaan. Okay. Er zijn eigenlijk twee belangrijke operaties. Eén heet een gastric bypass. Dan maak je een omleiding om je maag. Je maakt een heel klein maagje met een nieuwe verbinding met de dunne darm. En dan gaat het eten om je maag en om je 12-vingerige darm heen. De andere operatie, die heet een gastric sleeve. En dan haal je het grootste deel van je maag weg en hou je een heel slank, dun maagje over. Alle twee die operaties helpen om nou meer dan de helft van je overgewicht kwijt te raken. En als je dan je leefstijl aanpast, dan kun je dat ook vasthouden. Okay. Nou, dat is de reden dat met een operatie je over de jaren heen veel langer succesvol bent en blijvend op een goed gewicht kan blijven. Zoals die meneer die achter ons aan het rennen is, toch? Ja. Ik ga zo ondertussen al heel veel informatie ingewonnen over de behandeling van morbide obesitas bij de internist en bij de chirurg. Maar de echte ervaringsdeskundige zit natuurlijk hier tegenover me, toch, Peer? Ja, absoluut. Hey, je bent heel veel afgevallen, hè? En heel veel kwijtgeraakt. Vertel eens jouw verhaal. 2009. Zat ik op een bepaald gewicht, 160 kilo. Okay. En ja, mijn huisdokter had al een paar keer gezegd, joh, zo kun je niet verder gaan, want dan is het misschien wel eens eerder afgelopen als je eigenlijk verwacht hebt. Mm-hmm. En aangezien dat ik 10 kleinkinderen heb en een ontzettend lieve vrouw, ja, wilde ik daar toch wel voor gaan. En zo diende ben ik hier bij de kliniek terecht gekomen. En nu, 5 jaar later, als ik zie wat ik allemaal bereikt heb en kwijt ben geraakt aan ziektes en ongemakken. Nu kan ravotten met mijn kleinkinderen. Ik kan met mijn vrouw gaan wandelen. Ja, ik voel me eigenlijk super. Ik ben dus nog steeds in de kliniek. Ignas, ik heb heel veel gehoord over de lichamelijke gevolgen die obesitas heeft. Zijn er nou nog andere gevolgen? Overgewicht heeft heel veel invloed op de kwaliteit van leven. Een van de dingen die mensen veel hebben is depressiviteit. Als ze hier komen, dan hebben ze vaak last van depressieve klachten. En die verbeteren eigenlijk afhankelijk van het gewicht. Gaat het gewicht goed naar beneden, dan verdwijnt de depressiviteit over het algemeen. Oké, dus dat is alleen maar goed. Hoe is het nou eigenlijk gesteld in Nederland, hè, met de obesitas? Nou, Nederlanders weten vaak niet, maar eigenlijk is de helft van de Nederlandse bevolking is al iets te zwaar. En als je dan gaat kijken, ons probleem, dat is iets minder, dat is 2% van de bevolking is zoveel te zwaar dat ze er ziek van zijn en dat ze voor een operatie in aanmerking zouden komen. Okay. Maar dat zijn heel veel mensen. En dat is ongeveer 10% van de hele kosten van de gezondheidszorg in Nederland komt door overgewicht. Goed. Dus overgewicht is een heel groot probleem, ook in Nederland. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor alle informatie in ieder geval. Nou, oké. Het was erg leuk hier te hebben. Nou, wederzijds. Wil je nou meer weten over de oorzaken, gevolgen en behandelingen van obesitas? Ga dan even naar onze website.